mooie tijd. Die daar maar op 21,10. Dat is sneller dan heel hard sprint. Ik heb bijna zo'n zeehoek gekregen. Ik pakte een soppertje, zo'n stomme idioot en negen pakte een soppertje. En van wie heb je die petten dan? Waar zijn die petten dan? Oh, van een zeehoek en zo'n petten. Oh, en hoe komen ze eraan dan? Van de tros, nee, niet van de tros, maar van het andere. Nou, misschien van de rijst. Krijg op tijd. Muziek. Pas op, ga even weg. Hey, doe dat nog eens. Heb ik nog eens een keus? Ik kan rechts in beeld zie je een tellertje wat meedraait als je loopt. Hè? Hij gaat hier staan. Ja. Hij is lui. Ja, maar zo weet je dat die arm uit is. Even 10 minuutjes in, exact jongens. Even 10 punten. Oh, boom staat er veel mee. Ja, ging goed hè. 130 ging, ik dacht nou die 135 had ook nog wel. Ja. Ja. Kom aan. Goed zo. Dat is een stuk minder. Ja. 275 kilogram, dames en heren. Eerste poging voor Fred Scholte, gereden aan Arend Kuiper. Wow. Ja, dit trekt zijn zwempak weer dan. Kom Fred. Jij bent de baas. Hangen, hij staat. Hij strekt die benen. Goed zo. Een goede poging van Fred Scholten, 275 kilogram. Beetje meer agressie straks, publiek een beetje helemaal, dan red jij dan. Eveneens. Arend Kuiper, gereden aan de Piet Hanema, 275 kilo ook. Kom aan.
Kom maar, hè. Ja, het ziet er heel soepel. U ziet het. De beer van zich spieren. 280 kilogram heen. Voor Piet Harnema. Oké, Piet, laat je ze voor. Grote Piet van Jump, dames en heren. Choppa. Zo. Belgisch Agrariër, alsjeblieft. 280, neemt u de leiding. Wat doen wij, Ted? 300? Ja? Kilo voor Ted van de Parren. Van maar liefst 50 kilo voor Ted van de Parren.
Als hij dit haalt, heeft hij meteen de absolute leiding. Vanwege het uitvallen van de wedstrijd van Challing heeft hij voorlopig die leiding riant in handen. Dames en heren, moedig hem aan. 350 kilo. De tweede poging van Ted van der Garen. Kom op jongens! Tedje, 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 Tedje. Kom op Ted. Tedje, Tedje, ja daar gaan we. Kom mensen, brullen we dan open. Ja, laat je horen Ted, laat je horen, ik hoor je niet. Kom op. Ja. Moeten we eigenlijk al verder gaan? Zeggen die jongens wel. Oké, de heren geven het op. Ja, er is maar één duidelijke winnaar. Is het lekker? Ja, het is lekker. Maar zet hem uit, want ik zie het heel lekker. Nee, het ziet er snoeperig uit. Wat willen jullie zien?
De dames mogen 3,70. Ja. 3,70 meter. Het volgt weer voor. Die toch weer Piet Harm. Red al het Piet Harm. Maak kuiper. En meneer van de Park. Waar is de Nijkhals? Red? Daar gaat hij, hè? En Alma! Hey. Oh. Dat zijn er allebei. Dat is een ene tochtje en een grapje. Hij gaat naar voren. We krijgen 2 pogingen per beurt. Hallo meneer Van Meerder, hè? Van Meerder, zijn we nog? Onder het motto niet is moeilijk om te leren. En als je geen zwaar wil zien, dan moet je niet meer op de. Dan gaan we draaien en dat zit af. Oh, en weet je de stap niet. Ik mag helemaal wachten hoor, ik heb het mee neer. Oh, je moet je zak bij de hand nemen, hè? Dat je roepen. De rest krijg je niet te veel. Laat die keer even, kom op. 3,80 meter. Het is van de markt ook zo begonnen hoor. Het is echt helemaal niet op de schade. Maar in de juiste coördinaat, hij kan ons vroeg. We gaan naar de 4 meter, 4 meter voor Piet Harma. Ze reed aan de Arend Kuiper. Jij mag kracht mee doen. Wil jij 4 meter nog? Ze reed aan de Oostkant van de Park. Ja, we gaan even kijken of Piet Harma vandaag een beetje is voor een nieuw record. Ik meen dat zijn totaal volgens mij 40. En laten we kijken of hij daar een beetje overheen wil vandaag. En te zwaaien, hoppa! Hij gaat goed, heel goed. Hij begon getraind denk ik vandaag. Nee, welke tijd hebben we nog niet op iets? De bordje brengt erbij gemaakt. Aan het kuiten, 2 poging. Eerste poging op 44. Nee, dan is het even spannend. Nou, meneer Van de Park, nog even snel.
Ik heb nog niemand in de hand, dus die gooit niet. Camera bij zich, dus die zei, wil jij dat voor mij doen? Zo waar is het overleden, hè? Please, nee. Ja! Hey. Ja. Thank you.
Ze hebben het vuur verloren. Al die belastingen. Zit dat dan? Loop gewoon hoor. Nou, dit is wat we horen. Nee, saai. Oh. Ik ben gevraagd. Nou, vraag maar hoe die heet. Ja, hoe heet je? Arentuiper. Hoe oud ben je? Hoeveel kilo? 400 kilo ooit een keer. En hoe vaak traint hij?
Vijf keer in de week. En is dat alleen krachttraining? Nee, er zit ook hardlopen bij. We doen dat zes keer, maar... En wat eet je? Hardlopen en wat eten. Maar ik eet niet zoveel. Weet je ook nee. Nee, mijn vader. Alleen maar droogbrood. Met pindakaas. Nee, niks op. Oké, nou de volgende toch? Ja. Ja. We hopen dat we het van. Ja. Koop het ook. Zeg maar. Gefeliciteerd. Dankjewel. 7 jaar 32. En hoeveel kilo weegt hij? Jij ook. En hoe oud is jouw moeder? Mijn moeder is 4. Mooie leeftijd. Jan, je is gek op vrouwen van 33. Ja. 32. Ja, hè? Jouw broek hier. 32. Ja, dankjewel. Hey, en wat eet je zo al, Challing? Seafood diet. Whenever you see food, you eat it. Ja, kijk, komt ie in. Is het te groot? Nee, helemaal. Nou, hou maar. Vraag maar of je ze mag interviewen. Ja, dat mag wel. Wie houdt die op? Ja, mannetje natuurlijk, hè. Ja, en wie daarna? Nee, wie vind je de beste? Nou, dit is natuurlijk het beste, maar in mijn ogen is het natuurlijk uit. Vraag eens hoe vaak ze of ze zelf traint. Ga je zelf? Ja. Wat is het beste? Oh jee. Ik doe wedstrijden in bankdrukken, laat ik het zo bestellen dan. In bankdrukken? Hoe vaak train je in de week? Ja. 5 dagen in de week. Ik denk mooi wel. Oh. Heb je al iets bereikt? Ja, ik heb wat bereikt. Ik weet niet meer. Oké, nou dan gaan we naar de volgende, want dit is Tetse vrouw. Ja, ja. Hier. Ga er maar achteraan, die boy. Ze wil niet, dat is het leukst. Ja, maar we geven vrijdag leuk. Ga ze bij elkaar staan. Ga eens dichterbij staan, Iboya. Oké. Vraag eens of ze zelf traint. Dan bedankt. Ted, mag Iboya jou interviewen even? Ja hoor, graag maar. Vertel eens. Wat wil je weten? Ja, ik ben. Hoe lang ik ben? 2013. Sorry. Ja, ben jij de ja, weet je, ik ben een van de langste pers van Nederland, sowieso. Maar ik ben de langste mens die contrast maak ik ook een vier. Heren, succes. Hoe vaak train je, Ted? Ik train ongeveer 6 keer per week. Dat, 1 keer op een dag of 2 keer? 1 keer op een dag. 2 keer op een dag ben ik klaar. En wat eet je zoal de hele dag door? Nou, de hele dag een beetje door eigenlijk. Van alles en nog wat. Maar als het maar geen prettige snacks zijn. Nee. Ik neem wel eens een keer een patatje of zo, maar dat vind ik de hoofdzaak. Nou hoor, strak hou je het.
Alweer. Jij bent helemaal vergeven. Heb je al een lamme arm van het schrijven? Ja, dikke pomp zit er ook van. Pomp zit erin. Dit is vermoeiend als je wedstrijd draait. Meer spierpijn in je vingers als in je armen. Ja? Ja, dat kunnen we dadelijk even doen. Kom maar. Dan maak je erop krabbelen. Deze hele ruimte moet je... Ja, dan moet ik even je trui goed vast strak houden. Goeie. Het hart weer vasthoudt. Zo, juist. Het is nog een kunstwerk. Wat dan is er dan? Heel kunstwerk. Moet ook. Nou. Nou, hey, hartstikke bedankt. Ja, graag. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het ook leuk om te doen. Het was de eerste keer dat ik video'de. En ik wens ik jou heel erg veel succes. Dankjewel. Alsjeblieft. Doei.